In Teheran en het Iraanse parlement werd feest gevierd na de aanval van Hamas op Israël. Ook de hoogste leider van Iran juicht de acties van Hamas toe. Welke rol heeft Iran gespeeld en waarom reageert het Iraanse regime zo? Buitenlandverslaggever Matthijs Leloux legt uit dat de twee landen aartsvijanden zijn. We hebben het over decennia van woelige geschiedenis tussen die twee landen, maar eigenlijk komt het hierop neer. Iran vindt dat Israël niet hoort te bestaan als staat en Israël is het daar niet mee eens. Iran hoopt dan ook al langer op een aanval op Israël. حتماً این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه ریشه‌کن خواهد شد به فضل الهی. Iran steunt islamitische milities zoals Hamas en Hezbollah al jaren. En daar is nog een reden voor. Iran wil zich graag laten gelden als regionale grootmacht in het Midden-Oosten. Directe concurrentie met bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Israël. Omdat het land internationaal aardig geïsoleerd is, doet het dat vooral door bijvoorbeeld van die milities te ondersteunen en door heel veel instabiliteit te zaaien in de regio. De vraag is nu natuurlijk, wat is de rol van Iran bij deze aanval? Het regime ontkent elke betrokkenheid. Amerika kan er ook nog geen hard bewijs voor vinden, maar ziet Iran sowieso als mede verantwoordelijk. Iran's been supporting Hamas now for many, many years. Weapons, tools, capabilities, training. So clearly, Iran, there's a complicity here. We have been aggressively working to counter Iran precisely for the things like the support it's provided to Hamas. En veel kenners die zeggen dat het toch wel heel waarschijnlijk is dat Iran Hamas en Hezbollah linksom of rechtsom van steun heeft voorzien. Bovendien zegt een woordvoerder van Hamas dat Iran komt helpen als het nodig is. حلفائنا جاهزين يتدخلوا اذا كان في حرب اباده لغزه.